Ploperdoploperdoplop. Ik ben Kabouterplop en samen met mijn vrienden kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden. Dit hier is Kwebbel, die praat en praat en praat. En dit is Lui, die slaapt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit hier is Klus, die knutselt toch zo graag. En ik zal nu vertellen wat er is gebeurd vandaag. Dag ploppertjes allemaal. Vandaag heb ik een sprekende taart gezien. Ja, nu zullen jullie wel denken, ja, een sprekende taart, dat bestaat toch niet? Hoe kan Plop nu zo'n taart hebben gezien? Wel, dat zal ik jullie eens vlug vertellen. Het begon allemaal deze morgen in mijn melkherberg. Kwebbel, Smul en Klus waren op bezoek. Ik had speciaal voor hen een lekkere taart gebakken. Kijk eens, vrienden. Wat vinden jullie hiervan? Lekker, lekker, lekker. Wat ik heb, ik zal eens iets zeggen, hè. Daar heb ik wel zin in zo'n lekkere taart. En ik zal nog eens iets zeggen, hè. Nee, zeg jij maar niks meer. Huh? Ik zal eens iets zeggen, zie. Hoe gaan wij die taart nu eten? Smul, wat een domme vraag. Met onze mond natuurlijk. Ja, dat weet ik ook wel, hè. Ik bedoel, er zijn nog geen bordjes. Er liggen nog geen lepels. Plopper de plop. Oh. Hoe kon ik dat nu vergeten? Ja, kunnen jullie mij even helpen met de borden en de lepels uit de keuken te halen? Ik heb al een klus. Klus, als dat dan echt moet, zeg. Altijd dezelfde kabouters die moeten werken. Kwebbel, de kwebklus, zo werken ze dat toch ook niet, hè? Een paar borden dragen. Zo, we hebben alles. Dan kunnen we nu lekker gaan smullen. Ik zou zeggen, neem maar allemaal een groot stuk. Plopper de plop, waar is die taart? Smul, ik denk dat ze in mijn buikje zit. Klus. Het is niet waar, hè? Het is wel waar. Ja, Ploppertje, het was waar. Oh, we waren dan ook heel erg boos op Smul. Een tijdje later bedachten we een plannetje om Smul een lesje te leren. Ja, dat doen we. Toen Smul een paar uurtjes later terugkwam, waren wij klaar voor ons plannetje. Oeh, heb jij daar dan nog nooit van gehoord, van zo'n spooktaart? Van een spooktaart? Ja, een spooktaart, ja. Dat is een taart die kan spreken. Maar dat kan toch niet? Jawel. En ik zal eens iets zeggen, hè. Als je daarvan eet, dan verander je in een taart. Ah, ja? Ja, ik zou dus toch maar oppassen, hoor. Kwebbel. Ik ga beukennootjes zoeken in het bos. Ga je mee? Natuurlijk, Plopje. Oh ja, Smul. In de keuken staat een grote taart. Jij gaat die toch niet opeten, hè? Nee, natuurlijk niet. Goed dan. Dag. Oh, zeg Smul. En denk aan wat ik je heb verteld over die spooktaart, hè? Goed zo. Dag. De Smul, die kwebbelt toch altijd met haar domme verhalen? Een spooktaart. Zoiets kan toch niet bestaan? Wat ruikt mijn neusje? Een grote taart. Lekker. Smul, de Smul, wat een grote taart. Plopje heeft nu wel gezegd dat ik er echt niet mocht van eten, maar een klein stukje zal toch geen kwaad kunnen, zeker? Wacht, ik neem een mes.
Smul, de smul. Wat was dat? Oh, dat zal de wind zijn, zeker. Hé, hey, zeg. Wat doe jij nu? Ik deed taart natuurlijk. Hé, hey, wie zei dat? Ik natuurlijk. En wie ben jij dan wel? Ik ben de taart. Want ik ben geen gewone taart. Ik ben een spooktaart. En ik heb niet graag dat jij mij opeet. Jammer, Niks te maren. Als je niet oppast, dan verander ik jou in een taart. Maar ik heb toch niks verkeerd gedaan? Toch wel? Jij hebt beloofd aan Plopje dat je niet van mij zou eten. En je hebt het toch gedaan. Jammer. Ik zal het echt nooit meer doen. Ik denk dat Smul zijn lesje heeft geleerd. Ja, Ploppertjes. Dat was nog eens een goeie grap. Die spooktaart. Wel, die hebben Klus, Kwebbel en ikzelf daarna samen opgegeten. Zo, dan ga ik nu naar Kabouter Droomland. En jullie weten het. Plopper de plopper de plop.